Kijk deze shit in de lucht dan. Ik heb geen idee wat hier allemaal is gebeurd gisteravond. Ik weet niet, ik was er niet bij, maar 7:30 ging raket naar boven. Ik heb op YouTube bekeken. Er gebeuren allemaal gekke dingen. In ieder geval, hallo jongens meisjes van Toggles Gamer. Welkom terug bij deze gloednieuwe video. Ik heb geen idee waar ik ga landen. Ik bedoel, ik was gewoon even afgeleid van dit ding hier. Volgens mij is een raket gewoon helemaal kapot geburnt of geburst of geweringvuld hier. Anyway, we gaan naar veel views. Laat ik wel even een beetje opletten. Druk even thuis op de duim omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. We gaan even wat plays maken. Ik heb eindelijk trouwens de Omega skin. Ik ben tier 100 geworden. Ik heb echt mijn best gedaan om even alle challenges te doen. Dit betekent trouwens niet dat ik goed ben. Oké, ik heb gewoon een beetje fun gespeeld en challenges gedaan. Meer niet. Oké, we gaan gewoon lekker even wat kills pakken in Fatal Fields. Ik wil hier solo. Ik heb er ziek veel zin in. Ik hoop dat jullie trouwens mijn parodie van gisteren leuk vonden. Hebben jullie die nog niet gezien? Check het. Het is echt zeker weten de moeite waard. Of tenminste, het is geen moeite. Het is gewoon letterlijk gewoon fun. Ik ga even, denk ik, hero landen. Even kijken of hier wat loot is. Gun mij wat loot. Oké. Kijk, dat was al een foutje. Kijk, hier ga ik meteen naar beneden vallen. En dat is ook niet fijn. Oké, ik ga, weet je wat? Ik ga wel hier naartoe. Ah, Tolgan. Wat ben jij soms verschrikkelijk in dit spelletje? Ik weet het, jongens. Hier hebben we even een groene burst. Ik heb trouwens echt een tijdje niet gespeeld. Ik denk officieel dat ik een week in Fortnite heb gespeeld. Ik heb wel van tevoren heel wat opgenomen. Terminal. Oké. I'll take it. Ik heb wel echt iets van een week van tevoren opgenomen. Dus ik had wel gewoon goede video's. Maar ik had deze week een beetje chillings. En ik voel me ook best wel ziek op dit moment. Ik ben een beetje verkouden. Dus, hey. Wat ik wil dat jullie doen, jongens. Is ik wil dat jullie in de reacties allemaal gaan achterlaten wat jullie denken wat Season 5 gaat worden. Oké? Want dit gaat natuurlijk een beetje allemaal om Season 5, denk ik dan. Ik weet het niet zeker. Ik gok dat het allemaal een beetje om Season 5 gaat, deze shit. What the fuck is dit? Visit the center of named locations in a single match. Oh, dat is ook blijkbaar een challenge. Op zich hoef ik het niet te doen. Het is puur voor XB dit allemaal. Maar je weet toch, het is wel chill om gewoon af en toe wat dingen op te pakken. Hier hebben we natuurlijk een kistje. Maar ik wil dat jullie dat allemaal in de reacties achterlaten. Wat denk je dat dit allemaal is? Wat betekent dit? Help mij. Want ik heb serieus geen flauw idee, jongens. Anyway, laten we doorgaan looten naar Villa. Of wacht, ik hoor hier iemand. Hoor ik hier iemand? Ik wil niet doodgaan. Gun mij, boys. Ik wil niet meteen al doodgaan, oké? Ik ben net weer terug in Fortnite. Alsjeblieft, maak me niet agressief. Oké, ik heb ook geen fucking tactical of wat dan ook. Dankjewel. Precies op tijd, dankjewel. Ik zweer het, ik weet niet eens of überhaupt mensen hier zijn geland. Ik was afgeleid, oké, ik neem wel die bandages. Ik was een beetje afgeleid, boys. Oké, zo, dit is wel goed zo. Nu kan ik wel iedereen poppen. Ik hoor mensen. Ja, ze zijn sowieso hier in de villa. 100% jongens. Ik ga even kijken. Oh, kijk, hij is hier. Oh shit, hij heeft het net geloot. Hallo. Oeh, pump. I'll take it, dude. Ik ga wel gewoon die switch gooien, man. Ik neem ook even dit ding. Zo. Dan kunnen we hier een beetje iets goeds van maken. Nou, bedankt voor je loot, meneer. Ik ga die granaatjes niet meenemen. Ik neem wel gewoon die bandages. Waarschijnlijk heb je de rest ook allemaal geloot. Dus ik hoef dat waarschijnlijk niet aan te zitten. Ja, dat heb je zeker weten gedaan. Ben je ook boven geweest of niet? Misschien ben je van beneden naar boven gaan? Of van boven? Oké, je hebt gewoon letterlijk alles geloot van boven naar beneden. Lekker dan. Misschien is hij nog wel beneden. Of geen traps, toch? Don't trap me. Oh, nice. Een groene tactical. I'll take it, boys. I'll fucking take it. Nou, we hebben al 15 bandages. Dus meer dan dat gaat hem sowieso niet worden. Ik pak even deze shit. Waarom ook niet? Gewoon hak alles. Hak alles door het midden, jongens. Dat is hoe wij het doen in Toggen als Gamer. Alles door het midden hakken. Maar nadat je dus in de reacties hebt achtergelaten van... Hey, wat denk je dat Season 5 gaat zijn? What the fuck was dat raket? Ik heb geen idee. Dus jullie moeten me even helpen. Drop die shit. Ik ben benieuwd naar jullie comments. Ik neem gewoon die fucking grijze AR, man. Fuck die stinkbom. Ik skip die stinkbom. Niemand gebruikt die stinkbom, volgens mij. Tenminste, weet ik niet zeker. Maar ik ga ervan uit dat niemand die shit gebruikt, man. Ik heb echt geen idee. Voor de rest, er was maar waarschijnlijk één guy hier zo, of niet? Want letterlijk... Ik hoor er niemand meer. Maar misschien zit hier nog even wat spullen. Ik ga gewoon heel fucking veto ga ik looten. En dan gaan we deze win pakken, man. Ik zweer het. Ik haal altijd, ook al hoor ik geen kist, hak ik die shit zeg maar weg, man. En de reden waarom ik dat doe is omdat ik een keer daar gewoon een shotgun had gevonden, weet je. Dus op zich is het denk ik wel de moeite waard om dat gewoon even te doen. Ik ga nog wel even een beetje blijven opletten en luisteren, want ik wil niet meteen dood. Ik wil gewoon met jullie een beetje praten. Hoe is het met jullie, jongens? Ik zweer het. Wat heb ik de afgelopen week gedaan? Je weet toch, meestal praat ik over de game, maar ik dacht, weet je... Laten we het een beetje persoonlijk maken. Je weet toch, jullie willen soms weten wat de fuck ik heb gedaan, toch? Ik had een beetje een hele chille week, oké. En heel ongezond. Kijk, ik ben diegene die elke dag naar de sportschool en zo gaat, toch? Ik probeer gewoon een beetje in shape te blijven. Ik weet niet of jullie ooit een keer mijn video's 2 jaar geleden of 1 jaar terug hebben gekeken. En ik was best wel fucking dik, oké. Ik was best wel ongezond dik. En daar wil ik dus, daar had ik dus een verandering aan gebracht. Ik ben iets van 20 kilo uit aan afval. En ik ben sindsdien altijd in de sportschool gewoon een beetje gezond. Je weet toch, gewoon een beetje spieren proberen te maken. Je weet hoe die shit gaat. Gewoon goed eten. Maar afgelopen week, jongens.
Ik ben zo vaak naar de McDonald's geweest. Ik was namelijk met vrienden en met mijn vriendin. Ik ben zo vaak naar de McDonald's geweest. En elke keer als ik naar de McDonald's ging, heb ik gewoon dikke Big Macs gehad. En dan denk je van, hoe kan je een dikke Big Mac halen? Oké. Je kan naar de McDonald's gaan en bijvoorbeeld een Big Mac menu halen, toch? Dat doen best wel veel mensen trouwens. Maar ik doe dat niet. Ik ga naar dat machine en ik zeg gewoon 3 Big Macs. En dan eet ik gewoon die 3 Big Macs. No joke. Dit is echt precies hoe het gaat. Ik eet gewoon 3 Big Macs en dan neem ik een cola erbij. Zo'n grote. Je weet toch? Want het moet er wel doorheen komen. En dat is iets wat ik heel lekker vind. En jullie denken nu waarschijnlijk, what the fuck. Vroeger deed ik dat niet, hoor. Vroeger nam ik van die McGrabs. Maar die hebben ze weggehaald. Ze hebben het veranderd met andere saus. Je weet toch? En dat vind ik niet meer lekker, man. Die chili saus. Dus dat vond ik echt fucking kut. Oké, genoeg McDonald's val. Anyway, het was heel ongezond. Ook ben ik naar de film geweest. Ik ben echt 2 keer naar de film geweest. Daar heb je ook allemaal dingen. Je weet toch, popcorn. Allemaal ongezonde dingen, die jongens. Die niet zo. Ja, die niet zo goed is. Oké, laten we doorgaan. We hebben vast wel weten toch genoeg geloot. Ik ben waarschijnlijk niet naar die kant geweest. Maar oké, ik weet echt niet waar ik naartoe wil. Ik ga denk ik voor Salty of zo meteen. Oh, bomen, ga me niet even stoppen daar, hè, bomen. Ga even niet irritant doen. Ik denk dat het chill is om even naar Salty Springs te gaan. Ook jongens, wil ik binnenkort gaan streamen. Dus als jullie daar een beetje hype voor zijn, abonneer op mijn YouTube kanaal. Dan kunnen jullie daar gewoon even op de hoogte van zijn. En hier heb ik allemaal al geloot. Even kijken, wat heb ik niet geloot? Hier heb ik niet geloot. Heb ik hier iets? Ik zweer het je, ik ben gewoon mijn tijd aan het nemen. Ik ben echt gewoon rustig mijn tijd aan het nemen. Waarom ook niet, maar we hebben geen haast. 26 andere mensen over. Het zou goed moeten komen, ik bedoel. Solo's, yeah. Solo's zijn meestal niet zo moeilijk. En ik ben toch wel echt, what the fuck is dit, jongens? What the fuck? Even serieus? What the fuck? Wat is daar gebeurd? Raket stijgt en je ziet dit. What the fuck? Ik heb echt geen idee wat ik daarvan moet vinden. Ik hoorde trouwens wel wat geluiden. Waarschijnlijk zitten hier mensen, of niet soms. Nou, ik weet niet zeker, maar het is wel een hoge kans dat hier wat mensen zitten. Ah, ik word niet dood, man. Ik haat het, man. De laatste tijd, ik pak een kill of 2, 3 en dan ga ik meteen dood, man. Of soms pak ik gewoon 1 kill, ga ik ook dood. En dat is gewoon omdat ik soms zo... Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon fucking slecht, man. Wat kan ik zeggen? Ik zweer, ik doe soms echt mijn best om gewoon goede gameplay voor jullie te fixen, toch? Want ik vind het wel belangrijk dat jullie tenminste wat kills zien en zo, maar... Shit, man. Ik denk dat jullie beter voor... Als jullie alleen kills willen, dat je naar Ninja kunnen kijken, man. Maar ja, ik ben maar Tolga niet. Als je mij wil zien falen, stema perfect, dan hou ik van je, man. Hey, ik vind die Terminal Scope kunnen wel goed gebruiken zometeen. Om, zeg maar, mensen te spotten. Dat is wel echt een hele chille wapen daarvoor. Kijk maar, je doet gewoon fucking dit. En je kan iedereen er doorheen zien. Ik weet niet überhaupt of er mensen in Salty zitten. Hoogstwaarschijnlijk wel. Ik weet niet zeker. Ik hoorde wat schoten. What the fuck? What the fuck, jongens? Waar zijn de mensen? Hallo? Hallo? Ik heb nog nooit trouwens echt de terminal gebruikt, wist je dat? Ik heb wel heel veel gameplay shit gezien en ik heb ook volgens mij... Nee, ik heb hem niet gebruikt. Ik heb nooit een kill meer. What the fuck? Ik hoorde iemand bouwen, man. 100% ik hoorde iemand hier bouwen. Maar echt 100%. Hallo? What the fuck? Dat is echt eng. Zit hij niet onder mij of zo? Want dat is pas eng als hij nu onder mij zou zitten. Je weet toch? Ik heb echt geen idee. Maar ik hoorde echt 100% iemand bouwen. Waar een cirkeltje? Oké. We moeten zo gaan. Hallo meneer. Ik hoorde 100% iemand een trappetje plaatsen. Of een muurtje. Oh, big shield. Dat is echt fucking eng, man. Zulke dingen. Vind ik dan. Ik weet niet, hè. Als hier iemand is, stop je aan het spelen. Fuck you. Jullie hoorden ook, hè? Eerlijk, ik ben niet de enige. Jullie hoorden ook. Ik weet dat jullie ook hoorden, anders vind ik het echt eng. Er zit ook gewoon random een big shield gewoon daar zo. What the fuck? Ik zweer, ik hoor weer iets. Oké, deze shit begint eng te worden. Ik ga nooit meer naar Salty. Klaar. Oh! What the fuck? Waar? Oh, hier. The fuck, this guy? This guy! Holy shit, dude! Doe eens kalm! Thanks voor je rocket, trouwens. I like that. Maar er is nog iemand, volgens mij, hè? Want die guy, die schoot op iemand. 100%! 100% boys! Ik zweer het, maak je grap. Oh, daar! Zag je dat? Oh, hij heeft drugs. Oh shit, ik ben een debiel. Ik ben een debiel. Ik ben echt een... Waar is hij?
Dit is zo fucking messed up, want ik heb zoveel HP gewoon verspild. En jullie weten het. Wat is dit? Wat is dit? Dit vind ik niet fijn, eigenlijk. Dit is oprecht niet chill. Nee! Fuck dit spelletje! Dan zie ik jullie weer ooit. Oh my god.